Binnenkort zijn er verkiezingen. U mag dan stemmen. Hoe het stemmen werkt, vertellen we u in deze video. Om te kunnen stemmen, heeft u een stempas nodig. Deze krijgt u uiterlijk 2 weken voor de verkiezing thuis. Heeft u geen stempas ontvangen of bent u uw stempas kwijt? Vraag zo snel mogelijk een nieuwe aan bij de gemeente. Voor de verkiezing krijgt u thuis de kandidatenlijst. Daarop staan de kandidaten die meedoen aan de verkiezing. Weten waar u kunt stemmen? Kijk op uw stempas voor een stemlokaal bij u in de buurt. Of kijk op www.waarismijnstemlokaal.nl. De stemlokalen zijn open vanaf 7:30 ochtends tot 9:00 avonds. Wanneer u naar het stemlokaal gaat, neemt u uw stempas en uw identiteitsbewijs mee. Let op, uw identiteitsbewijs mag niet langer dan 5 jaar verlopen zijn. Kunt u niet zelf naar het stemlokaal komen? Dan kunt u een andere kiezer vragen om uw stem uit te brengen. Vul hiervoor de achterkant van uw stempas in. Geef deze samen met een kopie van uw identiteitsbewijs mee aan de kiezer die voor u gaat stemmen. In het stemlokaal geeft u uw stempas aan het stembureaulid. Laat ook uw identiteitsbewijs zien. U krijgt dan een stembiljet. Op het stembiljet staan de kandidaten waarop u kunt stemmen. Met het stembiljet gaat u een stemhokje in. Dat doet u alleen. Heeft u vanwege uw lichamelijke gesteldheid hulp nodig bij het stemmen, dan mag er iemand mee om u te helpen. In het stemhokje vouwt u uw stembiljet open. Kleur het rondje rood voor de naam van de kandidaat op wie u wilt stemmen. Let op, u mag maximaal 1 vakje rood kleuren. Anders is uw stem niet geldig. U kunt uw stembiljet ook leeglaten. Dat heet blanco stemmen. Uw stem heeft geen invloed op welke kandidaat er wordt gekozen, maar uw stem telt wel mee voor de opkomst. Vouw uw stembiljet weer dicht en stop deze in de stembus. U heeft nu gestemd. Wilt u meer weten over de verkiezing of hoe de stemmen geteld worden? Kijk dan op www.elkestemtelt.nl.